Hallo luisteraars, kijkers, welkom bij de vierde aflevering van de Black Argos Podcast. Uh, het is inmiddels april 2021. We zitten helaas nog steeds in een lockdown um, en mede daarom gaan we gewoon door met deze podcast. We hebben vandaag weer een aantal bijzondere gasten in ons midden. Van links naar rechts uh, aan mijn linkerkant Orlando Seder, uh, mede oprichter van Black Harmony. We gaan straks meer over en van hem horen. Hij heeft ook een aantal mensen meegenomen, maar die verrassing laten we tot het einde. Aan mijn rechterhand, uh, mevrouw Marian Markolo. Uh, Velen van jullie kennen haar wellicht van haar uh, krachtige woorden en gebeden. Onder meer tijdens de jaarlijkse Kitty Kotti-herdenking in het Oosterpark. En ook vele andere bijzondere gelegenheden. En helemaal rechts van mij. Uh, niemand minder dan Otmar Watson a.k.a. Kojo Kumbala, Onlangs 50 jaar geworden, dus uh, bij deze nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Mede oprichter van Untold en gaat ook lang mee in, in, ja, in, in het veld, uh, onder meer van, uh, met Brotherhood, jaren ja. geleden. Ja. Dus ik ben blij dat jullie er zijn. Uh, we gaan vandaag een gesprek hebben over een, een bijzonder onderwerp, uh, namelijk Winti, de afro... Surinaamse spirituele cultuur, traditie. Er uh, valt veel over te zeggen, er um, valt veel over te vragen. Dus ik ben heel blij dat uh, ik een aantal deskundigen om me heen heb, uh, mensen die er op dagelijkse basis mee bezig zijn. Uh, want dat geldt niet voor iedereen. Uh, zeker binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap is er natuurlijk een lange geschiedenis rondom deze cultuur. Uh, het is voor velen ook lang taboe geweest, voor sommigen zelfs nog steeds. Daarom weet ik dat er nou ja, toch wat vragen zijn bij veel mensen: van, ja, wat, hoe, ziet, uh, hoe zitten bepaalde dingen nou? Um, dus vandaag gaan we een mooi gesprek erover hebben. En um, laten we beginnen bij een basisvraag voor de mensen die ja, misschien niet. Zo goed weten wat het überhaupt is. Uh, als we het hebben over Winti, dan wil ik graag bij u beginnen, uh, mevrouw Martelo. Uh, hoe, hoe beschrijft u het? Wat, hoe, hoe zou u het definiëren? Winti is de spirituele manier van leven. Um, die wij overgedragen gekregen hebben. van onze onvrijwillig tot slaaf gemaakte voorouders. en die de Winti-spiritualiteit. De Winti in Suriname hebben ontwikkeld op basis van de verschillende godsconcepten die ze vanuit West-Afrika hebben meegenomen naar Suriname. De grootste groep bestond uit de Ewe van mensen uit de Bantu en mensen uit onder andere Congo Angola die hadden allemaal hun concepten over hoe de natuur, hoe de schepper... hoe de creatie, hoe het leven ontstaan is... en hoe wij het leven verder moeten ontwikkelen. Mm. En dat heeft zich in Suriname vermengd tot de winti... Mm. Als, levens, uh, uh, als Afrikaanse Surinaamse spiritualiteit... waarbij de scheppende god, de voorouders... En de moedergodin, de belangrijkste creatieve wezens zijn op aarde in ons leven. Heel helder. heel deel. <laughs> <laughs> um, en Dus we hebben het over ja, verschillende aspecten. Um, het is enerzijds de levenswijze, spirituele traditie, zoals u aangaf. Anderzijds heb je het ook over nou ja, um, bepaalde entiteiten, die ook als Winti worden aangeduid. Uh, Koord, heb jij ja, misschien iets toe te voegen aan de, um, de definitie die mevrouw. Uh, Nana Eva. Um, um, Akwa, Akka, um, Maria Marklo heeft het helemaal heel goed verteld. Um, als ik het heel kort zou moeten omschrijven, zou ik zeggen van een religieuze uh, beleving, Af Afrikaanse religieuze beleving in Suriname. Uh, waar we bezig zijn met geloofstradities, dus zo zou ik het heel kort omschrijven. Mm -hmm. Maar de gehele omschrijving heeft, al, um, heeft Maria Marklo goed gedefinieerd. Ja, dat is de wind, zoals, zoals we die kennen, komt alleen in Suriname op deze manier voor. Ja. Mm. Op alle andere plekken komt de wind niet voor. Alleen in Suriname hebben onze voorouders, uh, hebben onze voorouders dat ontwikkeld. Waarbij, wij ze, waarbij ze ons ook hebben meegegeven dat elk leefgebied, overal waar leven is, heeft de schepper. Andere bovennatuurlijke wezens gecreëerd om ons bij te staan in ons leven op aarde. Mm. Ja, mooi. En um, nou, als u aangeeft, hè, het is alleen in Suriname leven, of, of, of nou, zijn deze die gecreëerd. Um, het is natuurlijk een culturele, spirituele traditie die, ja, zoals u aangaf, onder de uh, tot slaaf gemaakte Afrikanen is Ontstaan, die kwamen vanuit verschillende uh, nou, culturen uit het Afrikaanse continent. Um, kunnen jullie wat meer vertellen over hoe, hoe het zeg maar, is samengekomen? Hè? Want die mensen kwamen uit verschillende culturen, die ook verschillende spirituele tradities hadden. Uh, je noemde net al een aantal groepen, maar hoe is het dan samengesmolten? Uh, weet jij daar een en ander over, Hollande? Ik kan daar niet in grote lijnen uh, vertellen. Uh, maar wat ik weet, is dat overal waar mensen samenkomen, gaan ze samen dingen ontwikkelen. Mm -hmm. En um, het ontwikkelen dat, uh, uh, gebeurde in deze situatie onvrijwillig. Mm -hmm. Dus uh, je, als mens heb je je eerste basisbehoefte dat je wilt overleven. En dit is een stukje geweest om ook te overleven: dat je je eigen uh, stukje identiteit niet kwijtraakt. Hmm. En om elkaar te begrijpen, zijn dus die dingen samengevoegd hmm. om uiteindelijk te worden wat het nu is. Ja. En onder andere, uh, het gaat onder andere ook. Niet alleen over overleven, maar dat is primair ja. waar, het om, uh, ja. waar het bij gestart is: om de overleving van onze, van onze voorouders. En het heeft ook te maken met het feit dat onze voorouders zo creatief waren dat het hen gelukt is om op basis van die verschillende concepten: de een kwam uit Yoruba, de andere kwam uit Togo, de een kwam uit Benin, de andere kwam uit Liberia, de andere kwam uit Senegambia, waarbij ze allemaal hun gedachten over God en de Haven meegenomen. Ze konden niet een bepaalde taal spreken. Dat betekent dat onze voorouders met elkaar echt iets nieuws hebben gecreëerd. Een aantal van hun heeft hun goden achtergelaten en heeft nieuw, gecreëer, nieuw gecreëerde goden geaccepteerd. Mm. En wat Afrikaanse mensen wel hebben. Het moment dat een Afrikaan zich voegt bij een andere Afrikaan, neemt hij de goden van die andere Afrikaan ook over. Ja, wij ja. hebben als Afrikanen nooit gezegd van als we jou als volk veroveren, moet je je goden aan de grens laten. Nee, we hebben altijd de goden van andere mensen meegenomen. En dat heeft gemaakt dat het onze voorouders gelukt is om in Suriname. Die unieke wind te creëren. In Benin de unieke voedu. In Cuba de unieke Santeria. Omdat dat allemaal religies zijn die ontstaan zijn onder druk vanuit de diverse West-Afrikaanse godsconcepten. Hmm. Ja. ja. Helder, helder. helder. Ja, het laatste onderdeel is denk ik uh, een belangrijk aspect wat we ja, niet moeten onderschatten: druk. Ja. Hè, dat het echt onder druk van allerlei uh, factoren is ontstaan, hè. slavernij natuurlijk op zichzelf. En um, een belangrijk onderdeel daarvan was natuurlijk hè, het christendom, wat mm -hmm. hè, de, de, de Europese colonizers uh, nou, met geweld hebben opgedrongen. Mm -hmm. um, ik las in een van deze boeken, ik heb hier een boek van uh, meneer Steven, dat... Um, Winti, al noemden ze het niet precies zo, maar ja, de dans, de, de, de religieuze activiteiten bij wet verboden werden, volgens mij in ja. 1776. Ja. Um, en dat ja, Winti dus als een soort van ja, afgoderij werd gezien, als, als nou ja, nog minder steeds. ontwikkeld, uh, tot heel laat ja. inderdaad en door sommige mensen nog steeds. Um, ik had er heel mooi archiefstukken van. Ik wilde hem eigenlijk laten zien, ik kon hem helaas niet vinden. Maar misschien wilde ervoor, als het niet dat we <laughs> dat, we dat in, in beeld zouden brengen. Oh ja. Maar het is een, een, een beeld wat zo sprekend is, want je ziet, um, het is rond de afstand van de slavernij gemaakt. Dus daar zie je een uh, Afrikaans kind, dat wordt zeg maar opgedragen ja, aan een ik, ja. witte Jezus. Ja, ik vind het zo tekenend voor hoe die. Nou, onderdrukking, brainwashing zou het eigenlijk ook kunnen noemen, uh -huh. is uh, geweest. Dus um, so Hoe kijken jullie naar de rol van Christendom ten opzichte huh. van die? die hoe... Ja, nou, ik kijk er persoonlijk niet. We gaan uh, meteen de voor. Ja, <laughs> ik, kijk er, ik kijk er persoonlijk niet positief na, ja. omdat je ziet van uh, als je kijkt naar de, naar de Afrikaanse naamse gemeenschap is dat ze in het algemeen uh, uh, um, uh, is christendom voor hun de hoofdzaak en winti is vaak een bijzaak. Omdat het moet of omdat ze in uh, uh, spirituele problemen zijn. En uh, ze noemen het ook een cultuur trouwens. Dat, uh, ik denk altijd naar van ja maar waarom je iets cultuur dat gewoon uh, op dezelfde lijn staat als alle andere religieën. Um, mijn mening is dat uh, het christendom ervoor zorgt dat we uh, ons een schamen voor uh, onze eigen religieuze beleving als het gaat om winti. Dat is één. Twee, uh, dat we uh, pas dingen achteraf doen als, het, als we denken dat het echt nodig is. En dat onze kinderen, want we werken met heel veel kinderen en jongeren, wie ja, ja. nog steeds zien als oh, iets van mijn ouders, oh, iets, uh, iets als het, dat uh, negatief is, maar we moeten het doen. En geen enkele vraag kunnen beantwoorden als ze daar antwoord op moeten geven. Ik heb, ja. ik heb vaak lessen gegeven op, het, uh, op verschillende scholen. En je ziet dus dat uh, kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst alles kunnen vertellen over de islam, maar als je komt bij uh, onze Surinaamse kinderen en ook bij de Curaçao-naren, dan kunnen ze eigenlijk niks vertellen over hun eigen religieuze beleving. Ze schamen zich voor, ze weten er niks over. En ik denk dat dat ook een kwalijke rol is geweest van het christendom. Ja, wat ik uh, uh, zelf ook ervaar, ik ben muzikant en ik, uh, ik maak muziek, uh, ook wint die muziek. en uh, tijdens zo'n zo ceremonie of een event van een persoon, dan uh, heeft men het idee dat als het stukje van het christendom er niet bij komt, mm -hmm. dat hetgeen wat ze hebben gedaan niet goed wordt gekeurd mm -hmm. en niet ja. wordt geaccepteerd. Dus ik denk dat de, de, de vorm hoe het christendom is geïntegreerd, nou niet ik denk, ik weet hoe de vorm van het christendom is geïntegreerd, dat het de vorm is geweest van mentale onderdrukking. Mm -hmm. En het is natuurlijk doorgedenderd. Uh, door de jaren heen. Ja. Waardoor men nu het idee heeft dat... het onlosmakend van elkaar verbonden is. Dat, maar het, het, ze horen niet bij elkaar. Ja. ja, ja. Het gaat zelf veel dieper. <coughs> Windy is een volwaardige... zelfstandige levensfilosofie. Ja. Een zelfstandige vorm van spiritualiteit, waarbij uh, iedereen, en het is toegankelijk voor iedereen, wit, geel, groen, zwart, het is niet alleen maar voor Afrikaanse Surinamers, het gaat dat. over spiritualiteit, het gaat over geestelijk welzijn en met, de, met behulp van de Winti zijn wij in staat om alle levensvragen op alle domeinen van het leven, kunnen wij antwoord geven. Wij hebben vanuit die, winter, vanuit die Afrikaanse winti-spiritualiteit genoeg uh, concepten, genoeg kader om geboorte, overlijden, volwassenwording, uh, economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling. om dat met behulp van rituelen en conceptuele kaders vorm te geven. En wij hebben het christendom niet nodig. Het enige wat het christendom gedaan heeft met de Winti is eeuwenlang tot op heden Winti onderdrukken. En het gevolg is dat bij de, het heleboel Afrikaanse Surinaamse kinderen, om het maar van, uh, bij die groep te houden, er is een... Uh, uh, een tekort, de spirituele identiteit. Weet je, we hebben een juridische identiteit, ja. maar de spirituele identiteit van de Afrikaanse Surinaamse kinderen is één dat getormenteerd is, het is mishandeld, het is verbroken. Dat en daarom zien wij. Dat onze kinderen niet in staat zijn om voor zichzelf welzijn te genereren. Maar hun ouders zijn ook niet in staat om hun de basis mee te geven, geschikt of bedacht vanuit die Afrikaanse spiritualiteit, waarbij wij weten dat wij met elkaar in verbinding zijn. Dat we de energie van de scheppende God, Nana Kedwan Pong, de moedergodin die alles op aarde voor ons regelt, waarbij wij als mensen onze individuele en collectieve uh, uh, verantwoordelijkheid hebben om leven in stand te houden om leven te borgen om leven te verbeteren om leven spiritueel materieel, immaterieel op een hoger plan te brengen voor ons nabestaanden en dat wij ons moeten realiseren dat wij vanuit die wind, die spiritualiteit met elkaar in verbinding zijn om ons eigen leven beter te maken zodat de hele wereld ervan kan genieten ja Zeker, okay, zeker. Nou, Volgens mij kunnen we een podcast hier stoppen. <laughs> <laughs> ja. of ik moet even een applaus. Uh, ja. Bij de volgende gaan we dit even doen. Applaus. Nee, uh, zeer, zeer helder betoog. Uh, ja. Helemaal mee eens ook. Um, omdat ik het, nou veel om me heen zie, mm -hmm. heb gezien. Uh, ja, hier geboren, getogen in Amsterdam. Um, ik kom ook uit een uh, familie waar eh, de keer ook nog een, uh, toch een aardige rol speelde mm -hmm. sterker nog gisteren had ik nog een uh, kleine uh, anderhalf meter verjaardag dat ik als bent ik vond het zo frappant dat het werd beëindigd met een, ja, een, een christelijk lied ja dat is wat ik bedoel en Ja, jezus nou man ja. en dan iedereen die zo uh, meezingt. Ja. Um, en het, ja, hoe genormaliseerd dat is, dat mm -hmm. wein, en, en door andere opgedrongen religie. Jouw identiteit zo bepaald is. Ja, kijk, zo, mensen, vinden is het, heel gek. mensen vinden het heel raar als ik vaak zeg, nog heel veel mensen niet meer, maar ze weten hoe ik ben. Ze vinden het heel vaak raar, als ik zeg van ja, je viet Kerst, wat vier je? Waarom vier je Kerst? Waarom vier ik geen Kerst? Ook met Pasen in de familiesgroep-app. Zeg, iedereen zegt vrolijk Pasen. Ik heb gewoon gevraagd, maar wat is zo vrolijk aan Pasen eigenlijk? <laughs> um, um, en uh, iedereen begint te lachen. Niemand geeft antwoord natuurlijk, want ze weten hoe ik ben. Dus wat je, dat je, zegt, je zo genormaliseerd... dat. Um, dat, dat uh, de mensen die ermee bezig zijn niet eens antwoord kunnen geven op wat ze vieren en waarom ze het vieren. Ja. En, uh, en wat uh, Nana Eva ook zegt over uh, haar betoog, gaat ook echt de basis die wij missen, die onze kinderen missen, waardoor je ook nu ziet dat uh, in verschillende uh, uh, media, en social media rooms, worden allerlei gesprekken ge. Uh, 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 gewoon zilver Winti. En ik zit erbij, ik luister naar. Ik denk van hé, hey, wat, wat gebeurt hier? Omdat je ziet dat iedereen dan met, een, met zijn eigen verhaal komt. En als je, als je het maken met de islam of met het christendom, er is vaak geen discussie hoe je de islam of het christendom moet beleiden. Maar alleen binnen de Winti-beleving uh, 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 zijn er alle discussies wat wel of wat niet klopt. Mm -hmm. Een simpel voorbeeld. Jullie zijn jonge mannen. Uh, uh, als je straks uh, met je partner. Er wordt, er wordt het baby geboren. Mm -hmm. uh, het enige wat je moet doen... volgens de Winti filosofie... is, de is een, uh, na acht dagen of na negen dagen... als het na negen dagen jong is... de acht dagen meisje... roep je de familie van je moeder en je vader bij elkaar... en jullie gaan een ritueel doen... om dat kind welkom te heten. Je gaat aan de voorouders van de moeder... en de vader vragen van... Bij voorouders, wij hebben een nieuw kind... Twee families zijn groter geworden. Ik vraag bij deze voorouders jullie zegen om dit jongstel te helpen, om dit kind groot te maken. Je, dat het kind goed opgevoed wordt, dat het kind met welzijn en welvaart ja. en alle grondprincipes van het erfgoed wordt grootgebracht. Dat het een respectabele burger wordt. Een respectabele lid van twee families, want hij heeft twee gevraagd. Hij of zij maakt twee geslachten groter. En dan geef je dat kind een beetje water. Je legt de druppel water. Op de tong van dat kind. En je zegt aan dat kind. Laat jouw ja, ja zijn. Laat jouw nee zijn. Weet dat dit water is. Er is verschil tussen water en alcohol. En dan geef je dat kind een druppelje alcohol. En dan vertel je wat de functie is van alcohol. Je vertelt ook dat water de verbinding is tussen vandaag, gisteren en eergisteren en de toekomst. Hé, wanneer jij jouw kind op die manier bestendig zijn plek zich bewust maakt van zijn plek in de familie zich bewust maakt van zijn plek op de aarde en je zegt niet aan dat kind ik dopen in de naam van jezus de vader de zoon de heilige geest Eén. jezus is niet dat kind zijn familie twee dat kind jij weet niet eens wat een heilige geest is laat staan om het kind te dopen in die naam van die heilige geest wanneer ik een kind dat acht dagen oud is opdracht aan Nana Kedwaman Kedwampong en de voorouders uit wie dat kind is gekomen, de krade ziel die dat kind van Nana Kedwaman Kedwampong gekregen heeft, die weet waarover ik praat, want die kind, dat kind komt uit die twee geslachten. Dus wanneer ik het heb over voorouders, staat deze moeder en de vader en de hele familie bij om dit kind groot te brengen, heb ik niet een vreemde energie over dat kind heen geroepen, dan wanneer ik Jezus als vreemde energie over dat zwarte kind heen roep, waarvan Jezus niet die voorouder ja. is, maar Oma Sasa en Opa Jo. Ja. ja. Heerlijk. Ja. Helemaal Helder, gelijk. helder. helder. <laughs> um, maar ja, wat je natuurlijk wel ziet in, 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 in de Afro-Syrianaans gemeenschap, is dat eh, door die heilige geschiedenis, eh, dat het zo'n taboe is geworden: dat bij um, ja, veel mensen die kennis ontbreekt. Eh, dus een, mm -hmm. een ritueel, zoals je zojuist beschrijft. Ja, als je daar niet hè, mee, mee opgroeit, als je bij wijs van spreken, bij wijs van spreken um, en een familie mee opgegroeid die nou, naar de kerk ging, en, maar je hebt wel interesse hierin, waar kan je dan die kennis vinden? Het is een hele goede vraag, maar ik zal je vertellen dat ik nu hier zit. ik heb twint, Twintig jaar geleden heb ik met 4 FM, Flos, heb ik. Heb ik wekenlang, een jaar lang een hele uitzending gemaakt. Met al die facetten en alle rituelen. Mm -hmm. Er zijn meer dan 20 CD's van. Mensen hebben het kunnen kopen. Maar Michel, het vraagt een soort innerlijke drive van mm -hmm. mensen ja. om die overgang te maken van iets waar ze 500 jaar gedwongen in hebben geloofd. Om te erkennen dat hun eigen ding waarde heeft. Eerst om vast te stellen dat ze de kennis ontbreken over hun eigen erfgoed, om het besluit te nemen om de kennis van het erfgoed tot zich te nemen, en hun leven op grond daarvan in te richten. Hm. Ja. Dat is het. Want 4FM minder dan 20 jaar geleden. Hebben we uh, meer dan 100 uur opnames? Weet je, tegenwoordig heet het podcast. Ja. <laughs> Zo is het tegenwoordig. Maar ik, nou, heb ja. meer dan, ik heb meer dan 80 uur op CD ja, ja. over ja. alle rituelen. Oké. Okay. Ja. En okay. toch, toch, vandaag zeggen mensen: Ik weet het niet. En ik, heden ja, ten dagen. Wel, en je kunt boeken vinden. Ja, genoeg. Er hey. zijn jonge mensen die boeken schrijven, er zijn de, 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 de mensen die het vroeger gedaan hebben. Uh, uh, woeding. Uh, 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 Stefan. Stefan, onze eigen ja. verpleegkundigen, Die hebben dat allemaal gedaan. Maar er zijn vandaag ook andere mensen, wetenschappers. die ook vanuit een andere filosofie. ook vanuit andere conceptuele kaders. Uh, in staat zijn om de winti te beschrijven. Mm. Alleen de mensen moeten gaan bekeren. Want weet je, het christendom zorgt alleen maar dat het Vaticaan heel veel geld heeft en zijst. Hm, ja. ja. Ja, kutching. En je weet zelf van, uh, als we heel een simpel bijvoorbeeld, als het gaat om, men houdt er vaak van, ik zeggen, over mental slavery, maar dat is het nog steeds. Het feit dat we nog steeds met mensen moeten gaan discussiëren over, als je wel of niet Afrikaan bent, is, is echt nog een discussie. Het feit dat je nog steeds ook in Suriname mensen op moet attenderen dat het, dat het N-woord niet het juiste woord is, is ook nog iets. Dus die, 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 die mental mm -hmm. slavery is zo moeilijk om uit ons te slaan en, en dan kom je ook dan weer bij Winti. Ja. ja, maar voor mij is het allemaal een onderdeel. Ze zijn met elkaar verbonden. Ja, dus ja. Het is, als je bewust bent van wie je bent, dan gaat de rest vanzelf uiteindelijk komen. Dan kom je terecht bij wat is jouw religieus systeem, wat is jouw leefsysteem. Dus ja. al die dingen zijn met elkaar verbonden. Ja. Maar inderdaad, wat je dus zegt, na die jarenlang conditionering, wat er dus is geweest, ja. is het voor de mensen nu moeilijk om, om die uh, verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf om daadwerkelijk te gaan onderzoeken. Maar eigenlijk moet je die stap nemen. Want nu, ik ben best zelf een jongere. Nou, ik ben jongeren jongere meer eigenlijk. <laughs> ik ben nog zelf jong. Ik ben jong volwassen. <laughs> uh, uh, maar ook ik uh, merk om mij heen dat men maar leeft en men maar genoegen neemt met wat ja. er op zich afkomt. Klopt. Maar er zijn ook instituten die dit mm. in stand houden. Ja. 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 Er zijn instituten die daar baat bij hebben. Om, 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 om deze vorm van afhankelijkheid uh, uh, vast te houden. Want anders hebben zij ook geen bestaansrecht. Nee, zeker, klopt. Ja. Mm -hmm. um, ben je hier geboren? Ja. ja dus je bent ook hier in Nederland geboren en getogen. Mm -hmm. um, maar nou, je houdt je heel actief bezig met hè, de, de cultuur, ja, zeker ook het muzikale aspect ervan. Ja. Um, ja, kan je vertellen hoe, ja, waar die interesse vandaan is gekomen en hoe die journey is gegaan en hoe dat uiteindelijk heeft geleid tot Black Harmony? Um, ik kom ten eerste sowieso uit een muzikale familie. Zowel moeder als vader zingen uh, en zingen geen gospel. Zingen, <laughs> ze maken country-muziek. <laughs> Uh, maar toen ik jong was, uh, veel jonger was en mijn tienerjaren, was ik niet per se uh, geïnteresseerd om muziek te maken. Uh, ik ik uh, was op mijn vijftiende al heel lang en groot. Dus ik had het idee dat ik dan een Amerikaanse voetbalspeler kon worden, wilde mm -hmm. worden. Dus dat uh, was ook mijn streven eerst. Totdat ik, nee, ik Jok, 13, was ik al heel groot. 13 jaar, totdat ik mij ging toevoegen aan Brotherhood. Mm -hmm. ja. En uh, vanuit Brotherhood uh, ben ik dus in aanraking gekomen met muziek, en de drum sprak mij aan, en dat was voor mij de activering van wie ik daadwerkelijk moet zijn. Mm. Um, maar er zijn de tijd erbij dus nog steeds bezig om te onderzoeken van wie ben je nou daadwerkelijk en wat is hetgeen wat je moet gaan maken. Dus heb ik met, uh, uiteindelijk zijn we dus met Eternity gestart, heb ik uh, met mensen vanuit uh, de, de drumband uh, Eternity hebben we uh, de formatie Black Harmony gestart. En uh, was het een live band en zongen we alles behalve hetgeen wat bij ons paste. Mm. We zongen gospel, we zongen Nederlandstalige nummers. Maar het, het ging zo tegen mijn zijn in, mm -hmm. dat wij uh, op een gegeven moment, de, dat ik dan de keuze heb gemaakt van: hé, hey, luister, um, vanaf vandaag zingen we alleen in het Saranang. Oh. Het maakt niet uit wat we gaan zingen, maar dat wordt het. Mm -hmm. En op een gegeven moment, als je dus in het Saranang tongen gaat zingen, dan kan je er niet omheen om ook wintimuziek te maken. Mm -hmm. En in die, in, in die fase kwamen wij dus terecht dat wintermuziek dus ook belangrijk was. En uh, ons handvaten gaf om eigenlijk nieuw muziek te maken. Dus Black Harmony is uh, in eerste instantie niet ontstaan als een formatie... die bij uitstek Afro-Solenaanse muziek alleen maakte toen. Mm -hmm. uh, maar vandaag de dag doen we dat wel. Omdat uh, ik dat belangrijk vind dat het gebeurt... Uh, uh, niet alleen in Nederland, maar gewoon global. Mm -hmm. Dat iedereen ons gewoon uh, leert kennen. En uh, ook beseft van wat voor muziek we maken. En uh, wat ik belangrijk vind, is dat wij. Je, je uh, vernieuwing zal er altijd zijn. Mm -hmm. Maar met behoud van wat de kern is van het muziek zelf. Mm -hmm. En dat is wat wij doen met Black Harmony. Dat wij Wintu-muziek wel maken in een nieuwe vorm maar met behoud van de kern, van de basis van wat het daadwerkelijk is. En dat geven wij ook gewoon mee aan mensen uh, die er geen kennis van hebben. Uh, waarbij je nu ziet dat uh, verschillende Casico en Kawina groepen... of zelfs urban groepen die uh, R&B nummers maken en, nummer en woorden gebruiken... waarvan je denkt van, weet je wel wat het betekent? Mm -hmm. Proberen wij dat ook gewoon mee te geven van... Hey, de basis sowieso van... Uh, heel veel kaseko en kawina muziek is winti muziek. Ja. Mm -hmm. En zonder winti muziek was er geen kawina en kaseko. Ja. ja. Mooi. Klopt. Misschien voor de, voor de, voor de ja. mensen die niet, niet heel goed in, in de, de muziek zitten. Mm -hmm. Wat is het verschil tussen uh, kaseko, kawina en winti muziek als je het kort zou moeten omschrijven? Okay. Uh, winti muziek is eigenlijk zeer breed. Wintimuziek gaat eigenlijk over uh, de verhalen die eigenlijk gebeuren in, de le in het leven. Uh, het, uh, het zijn nummers die uh, gelinkt zijn met entiteiten, maar ook gelinkt zijn met wij mensen. Mm -hmm. uh, Want ik zeg ook altijd dat winti karakterversterkende eigenschappen zijn. Dus zij maken ons sterker en zij, hij, zij uh, geven een, een uh, zij geven een bijdrage aan onze stuk aan onze identiteit. Ja. Mm -hmm. uh, uh, dus uh, wintimuziek is ook ontstaan tijdens de slavernij. Mm -hmm. En is dus veel ouder dan Cassico en Kawina. Kawina is, uh, om even uh, een, 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 een onderscheid te maken bij wintimuziek, wordt er meer gebruik gemaakt van de Apinti. Mm -hmm. De Apinti uh, is een instrument die wij nu kennen. Uh, binnen de windstrooming als een communicatiemiddel. Uh -huh. En dat betekent het ook gewoon letterlijk. Uh -huh. uh, dan heb je ook de kwabangi, je hebt de siksiki, je hebt de chapu, uh, Dat uh, heeft een geluid. En uh, dat was er voor de kawina. De kawina is dan weer een ander soort instrument. Het is dus net hetzelfde wat je dus bij salsa hebt. Dat je dus mm. het instrument op je uh, benen kan zetten en dat je dus dat met een stok bespeelt. Mm. En dan heb je dus aan beide kanten een gespannen vel. Het is voor mij nog niet helder of het ook tijdens de slavernij is of na de slavernij. Want van Cassico weet ik zeker dat het echt na de slavernij ja. is ontstaan in het jaar 1900. ...daarna eigenlijk is het ontstaan. Mm. Maar voor mij is het nog even kijken... ...van wanneer is Kawina ontstaan... ...dat heb ik nog niet helemaal helder. Uh, maar daar zijn, worden ook... ...traditionele instrumenten gebruikt... Uh, uh, ...die ges, met gespannen vellen... Uh, van, ...van dieren... Mm. ...en boomstammen die uitgehold zijn... ...en dan hebben ze dus eigenlijk... ...instrumenten van gemaakt. Um, uh, ook daar... ...had je een verschil tussen Winti-Kawina... En kawina voor vertier, voor plezier. Mm, plezier, ja. Daar had je ook het verschil in. En daarna, zo in het jaar 1900, kwam dus de intrede van Casico. En Casico is eigenlijk iets wat uh, overgewaaid is van het Frans Guiana. Mm. En uh, het Frans woord ben ik vergeten. Cassi-le-corps. Cas Cas okay. uh, daar komt het eigenlijk dus vandaan. En. Uh, uh, is dat meer geïntroduceerd als vertiermuziek? Mm. Als, uh, ge uh, ge voor de, de gezelligheid. gezelligheid. En dat is dus het verschil tussen al die drie uh, muziekstijlen. Oké, okay. mm -hmm. interessant. Ja, wist, wist ik niet dat het zoals overgewaaid allemaal uh, beïnvloedt. Maar de basis is nog steeds Quinti. Zo, de Roots. En ja. Ja. als we kijken naar de historische rol van ja, muziek, de drum, de, de Apinti. Uh, uh, volgens mij altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Kun je daar wat meer over vertellen? Zeg maar, ook tijdens de periode van de slaven heb ik begrepen dat um, yeah, die drum, in het Engels heet volgens mij de talking drum, vaak mm -hmm. mm -hmm. ook, ook werd gebruikt als communicatiemiddel. Zowel yeah, van rondom, eh, verzet, als mensen gingen weglopen. Uh, klopt dat? Of dat klopt, dat ja. Het? Maar ook uh, uh, de drum als onderdeel om te praten tot nana, ja. kedewan, ja. man, kedewan, pong. Ja, dat is ook een heel, uh, uh, een heel belangrijk onderdeel dat we niet moeten vergeten. En uiteraard is een drum een belangrijk muziekinstrument. Het is ook een belangrijk communicatiemiddel, mm -hmm. die de voorouders ook op ingezet, hebben ingezet om van de ene naar de andere plantage hun boodschappen te sturen. En uh, er zijn uiteraard ook liederen uh, die gekoppeld zijn aan verzet. Er zijn bepaalde teksten, vooral uit de uit de uit de, uh -huh. de, Banya, de Sousa en de Laku, uh, uit dat gebied, hebben onze voorouders boodschappen gestuurd ja. van de ene naar de andere plantage. Van er is een afspraak gemaakt van we gaan weglopen. Maar op een bepaald moment verandert de leiding van de plantage. Dus dat gaat niet door. En hoe kan je dat het beste laten weten? Door het in een lied te vervatten. Het begint op plantage A wordt het gezongen. Met het schip, met de boot gaat het naar plantage B. Om bij plantage X aan te komen, waarvan we weten van oké, okay, het beleid is nu veranderd, mm. dus de afspraak die we hadden gemaakt die gaat niet door. Mm. Mensen hebben uh, vrouwen, onze voormoeders, het is hun gelukt om middels de liederen die zij zongen te verwoorden de Pijn die ze hebben ervaren gedurende het harde werken, het ontkennen, het seksueel misbruik en al dat soort pijnlijke dingen die ze hebben meegemaakt, weet je. En dan hebben mensen liederen gezongen als als een Peking opomati Kind, als je een sleutel kon nemen om mijn hart te openen, om te zien wat er zich in mijn hart bevindt. Weet je? Mm. En, zo, en zo is dat gegaan. Met pijn, maar ook met vreugde. Ook de boodschappen van, uh, uh, ook de boodschappen van verzet. Hou het nog even vol. Maar we kennen ook liederen uit uh, die geschiedenis. Waarbij men de onze tot slaafgemaakte voormoeders opdroeg: van jullie gaan je gewoon netjes gedragen op de plantage. Want de eigenaresse van de plantage die houdt niet van jugu jugu. Die wil geen onrust in haar plantage. Mm. Dus uh, de kinderen, jullie gaan je. Jullie gaan je goed gedragen. Dat soort boodschappen zijn er ook. Mm -hmm. in, de, in de Banya, de Sousa. En de, en de Lakuliedere. Weet je. Waarbij ook het dagelijkse leven. Uh, bezongen werd. Maar ook. Jaloezie, liefde, afgunst. Want onze voorouders waren ook mensen. Mm -hmm. Dus alle menselijke emoties ja. hebben zij ook ervaren. En dat hebben ze ook in muziek gezet. En wanneer de drum speelt, gaat het erom... Het gaat over de hartslag van een mens. Hè. Kijk, ja. want hoe komt het dat je in trance geraakt? Omdat het de hand van de drummer gelukt om zodanig die trilling... Tot stand te brengen dat hij in aanraking komt met jouw basisritme van jouw hart. En dan kan het zomaar zijn dat je ergens in je hoofd naar de volgende fase van het leven gaat. Op een gegeven moment waren dus witte slaafcriminelen, want is eigenlijk de juiste naam uh, voor deze mensen. Is dat ze op een gegeven moment waren ze best wel bang voor de drums. Uh -huh. En wat er toen gebeurde, dat dus heb ik uit orale uh, uit heel veel boeken gelezen, dat mensen nog verder trokken in, in de jungle. Uh, in, in, de, in, de, in de bossen van Suriname en natuurlijk um, volgens mij kijk ook lezen in het boek van de uh, kamp van Broos en Kaliko Kaliko dat uh, uh, de slavencriminelen waren altijd bang voor de bossen in Suriname, so, Het was een onbekend terrein. Uh, ze kwamen allerlei dingen tegen, dus uh, dus de witte slaaf die waren dus van bewust van de kracht van onze voorouders de kracht van muziek waardoor onze mensen uh, dieper de bossen introkken. <tacht> <tacht> En ze hebben dus ook in de literatuur hebben ze dus ook gezegd van ja uh, yeah, kijk laten we ze af en toe feesten. Dan af en toe feesten Dan ja. hebben we ze nog onder controle. Dan hebben we nog een beetje zicht. Op... Ja, Dan ja, ja, ja. hebben we nog een beetje zicht op wat er gebeurt. Klopt. Ja. Want uh, 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 al, die, al die bijeenkomsten. Ze wisten precies wat onze voormoeders. die waren de vrouwen. die kennis hadden over de magische rituelen. Ja. Want Afrikanen geloven in magie. Klaar, zonder meer. Ja. <laughs> magie Absolutely. is een onderdeel van het bewustzijn. van Afrikaanse mensen. omdat wij weten dat Nana Kedwama Pong ons een vermogen gegeven heeft. om de natuur positief in te zetten voor ons welzijn. Dus wij geloven in magie. We weten van dat het glas van daar naar daar kan verplaatsen. Mm -hmm. Als we ons concentreren... als we rein zijn... als we ons op een bepaalde manier gedragen... kunnen we de energie die we nodig hebben... om dat glas in beweging te krijgen... kunnen we vrijmaken en het gebeurt. Ja. En onze voormoeders... die waren in staat om magische rituelen... Uh, 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 uit te voeren... waarbij... Het op een plantage doodstil werd. Iedereen sliep. En de volgende dag was iedereen weg. Ja. <laughs> op zijn Surinaams. Desma bij Borapatu. Ja. Ja. Ze hebben de magische rituelen. Hun kennis hebben ze ingezet voor hun vrijheid. Mm. Daar is ook een niet over, toch? Orlando? Ja, ze zullen <laughs> zeker lieden ja. daarover zijn. Mm. Maar uh, belangrijk ook wat ik uh, 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 vind voor Anno nu is dat wij ook zelf nog mensen zijn en dat wij mensen ook in staat zijn om nog steeds muziek te maken. Ja. Dus uh, ook wij maken dingen mee en ook wij worden uiteindelijk voorouders. Ja. Dus daarom ja. zeg ik Absoluut. ook altijd dat wij als Black Harmony zijn, ook gewoon muziek kunnen en mogen maken. Ja. Omdat onze verhalen net zo belangrijk zijn voor onze nazaten die komen. Ja. Mm -hmm. En uh, ik zit nu bijvoorbeeld op het conservatorium en uh, woed, in Amsterdam. In, van Amsterdam. Yeah. En uh, ik ben een vreemde eend daar op school natuurlijk. Dat kan, kan ik me voorstellen. <laughs> een super vreemde eend, want mijn auditie heb ik gedaan met een apintie. Waarbij men me aankijkt van wat komt deze man hier doen met een apintie. Maar uiteindelijk heb ik het gedaan uh, om te laten zien dat uh, wij net zo waardevol zijn ja. als zij. Dat ons muziek niet minder is. Mm -hmm. Ja. En uh, tot de dag van vandaag doe ik het nog steeds. Al mijn opdrachten gaan over mezelf. Mm -hmm. gaan, over, oh, gaan, gaan over het geschiedenis van mijn muziek. En, en dan praat ik echt over uh, het Caribisch gedeelte. Dus ik praat niet over jazz, ik praat mm -hmm. niet over blues. Ik praat mm -hmm. echt mm -hmm. over hetgeen wat wij doen. Mm -hmm. Dus dat probeer ik uh, zonder meer altijd in te voegen... in alles wat ik moet doen voor school. Ik moet mm -hmm. een paper schrijven bijvoorbeeld... en moeten we niet vergeten dat... Ons muziek is nog niet zodanig in hun beleving is gedocumenteerd. In mm -hmm. hun beleving, in de zin dat het niet in schrift uh, yeah, overal staat yeah, yeah, gedocumenteerd. Pas als het een uh, archief is, is het zogenaamd. Yeah. Ja, <laughs> klopt. Er werd hem al bij voorbaat tegen mij gezegd dat ik mijn paper niet ga kunnen maken omdat er niet genoeg academische stukken zijn. Mm -hmm. En dat wow. het muziek wat wij eigenlijk maken uh, van origine van de lagere orde is. Mm -hmm. wow. Ja. Dus uh, dat is een strijd die ik uh, nee, nog. moet leveren om, om überhaupt te kunnen doen wat ik wil doen. Mm. Ja. Als ik nog heel even mag ingaan wat Nana zei. Uh, over de rol van vrouwen uh, tijdens, uh, het slavenij, tijdens het slavernij, tijdens het verzet. Is heel belangrijk, is dus heel erg onderbelicht. Uh, en waarom wil ik daar opmerking over maken? De rol van vrouwen over het hele Caribisch gebied, ook in Suriname, was heel erg van belang. Ik geef altijd als voorbeeld de rol van Adjabara Toya van Haiti. Uh, zij was de aanzitter van de Haitianse revolutie. En, uh, en daarmee heeft ze Dessalini en Toussaint Louverture gevoed. Uh, oh, en ik en, en, um, heb ook nog Brefou. Uh, die was van, uh, vanuit uh, St. John, S Saint John uh, Island. En wat heel belangrijk is, is dat natuurlijk uh, uh, is het goed om naar Bonnie te kijken, naar al die vrijheidsstrijden, mannelijke vrijstrijden. Mm -hmm. Maar zonder de vrouw, zonder de Afrikaanse vrouw, was heel veel niet mogelijk. Mm -hmm. En uh, daar moeten we echt goed naar kijken. We zijn er natuurlijk mee bezig om tot in Blukhamen, en om daar een voorstelling over te maken. In samenwerking met Nana Evoa. En daarom vond ik het heel bijzonder en heel goed dat dat ook aangaf, wat de rol van de vrouw is, van de vrouwen zijn geweest tijdens het verzet. Ja, mooi. Ja. Um, misschien kunnen we een voorbeeld nemen: aan um, de reis die jullie de afgelopen maand, volgens mij, vorige maand, ja, in vorige maart maart maart. hebben ja. gemaakt naar uh, Ghana. Mm -hmm. En um, nou, ik zag het voorbij komen op Facebook. Allemaal ja. mooie beelden waar ik helemaal jaloers van werd, uh, okay. ja, dat jullie een culturele uitwisseling hadden. Ik ga proberen even een uh, kort clipje erbij te pakken van uh, jouw Facebook. Oké. Okay. <laughs> Because the people on the other side are in Korea, yeah. <laughs> Wat ik zelf dus mooi vond, is dus aan de ene kant dat je heel duidelijk die, die uitwisseling zag. Hè? Apinti, ja. zoals wij het in jullie namen noemen, heeft bijna dezelfde naam. In... Apintima. Ja, Ghana, Apintima. En ik zag jullie ook een bepaalde dans doen. Jullie waren ook volgens mij een van de, uh, de, de forten, hè? waar onze ja. voorouders vandaan Klop. zijn ge, getransporteerd. Mm -hmm. Um, ja, kun je wat meer vertellen over die, die culturele uitwisseling? Hoe dat tot stand gekomen was en wat de achtergrond ervan is? Uh, ja, nou, um, uh, ik ben voor het eerst naar Ghana geweest samen met uh, Brada Orlando, uh, samen met uh, Nana Evoire. Uh, zij, zij heeft ons echt rondgeleid. En op een gegeven moment ben ik daarna nog een paar keer gegaan. En we hebben toen ook meteen uh, bezoek gebracht aan het National Dance Company, Ghana Dance Ensemble. En toen hadden we echt iets van, hé, hey, we moeten echt een uitwisseling gaan doen met hun. En vooral op het gebied van uh, kunst en cultuur vinden we heel belangrijk. Ook op het gebied van uh, identiteit... maar ook op het gebied van uh, uh, um, uh, spiritualiteit. Uh, dus dat, dat hebben we geregeld. Um, het zijn heel wat jaren overheen gegaan dat we uiteindelijk daar terecht zijn gekomen. Um, en um, toen we eenmaal daar aankwamen in Ghana. Uh, werden, we, ...werden we meteen warm ontvangen. Het was meteen nog een goede ontvangst. Uh, echt vriendelijk, uh, open voor alles, echt naar elkaar luisteren. Um, en de bedoeling is nog steeds dat wij van hun leren... ...van uh, oké, okay, welke dansstijlen zijn er allemaal in Ghana? Uh, welke muziekstijlen zijn er allemaal in Ghana? En dat zij van ons leren van hey, de Afrikaanse diaspora... Is nog, ...vooral in Suriname, is nog steeds Afrikaans... Dus, dit is wat we hebben overgehouden. En uh, Orlando heeft dan ervoor gezorgd dat het verhaal. Um, uh, een stukje van onze winti-cultuur. daar terecht is gekomen. Daar kan Orlando meer over vertellen. Uh, ja. Um, wat zij bijvoorbeeld hebben in Ghana. is. Uh, dat er een duidelijk verschil wordt gemaakt. ook, net als wat wij hebben. in mm -hmm. vertier. En religieus muziek. Ja. En, uh, en ook muziek, uh, wat verbonden is aan verhalen of aan uh, een handelingen. Uh, handelingen, als in, uh, om een voorbeeld te geven, zijn naar een vissersdorp geweest. En als er een boot in aantocht komt, dan moet er een bepaald lied worden gezongen, zodat, de, zodat die boot aan wal kan raken. Dus dat ze uh, die boot ook gewoon trekken met een bepaald nummer. Dat hebben wij ook, gewoon in Suriname. Ja. Dus die, die vergelijkingen hebben we uh, met elkaar bekeken. En uiteindelijk uh, uh, zijn we overgestapt naar het maken, het creëren en maken van muziek. Waarbij men soms denkt dat taal een barrière is. Maar bij ons was dat niet het geval. De taal niet. Ook de taal, de woorden die wij gebruiken, die, die zijn bij hun ook herkenbaar. Mm. Dus was het makkelijker om van beide kanten ook de taal te te, te, ...te bemachtigen eigenlijk... ...in wow. zang. Ja. En het mooiste vond ik van dat... Uh, ...op het moment dat jij zijn lied had geleerd... ...ze had nam het gewoon in één keer... ...één of twee keer en ze hadden het. Ja, we dat zijn gewoon ik... dezelfde ja. mensen, daarom. Mm, ja. Dus uh, je ziet gewoon heel duidelijk die, die connectie... ...hoe een belangrijk deel van de cultuur is... Ja. 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 ...bewaard gebleven als het ware. Ja, ja, en bijvoorbeeld toen we bij de... Uh, ...bij uh, de meesterdrummer Amu waren... En uh, die maakt ook de drums, maakt ook drums. Toen zag je ook duidelijk, uh, um, bijvoorbeeld ze hebben een, er, er, is, er is een Akom, een Vintipri, weet je wat, wat, ja. wat, die noemen zij de Akom. En hij had het, heet, het heet over Tegare. Tegare is een, eigenlijk een deified voorouder, ja. die uit het noorden gekomen is. Het is mm -hmm. een voorouder, maar het is nu een Vinti geworden. En hij heet Tegare en hij danst op een bepaalde manier. En dat hebben ze ons ook gewezen. Ja. Weet je, terwijl bij ons, bij die Winti-dans... heeft zich toch op een andere manier ontwikkeld. Omdat wij natuurlijk op een andere manier... met de hele, met de, met de hele Winti-dans omgaan. En Ghana gaan zij niet op die manier... zoals op festiviteitniveau, zoals hoe wij daarmee omgaan. Ja. Dus daarom, uh, dat daar zie, daar zie je ook gewoon het grote verschil. Ja. Ze hebben gedemonstreerd van, hé, hey, dat is Teg... Tegare, zo danst hij. Ja. op Hij danst met die stok, weet je. En dat uh, ja. hem dat hij aanheeft, hij ja, moet ja, kunnen ja, ja. draaien, Zierlijke cirkels bewegen, kunnen ja. draaien. Weet je, en dat, dat is gewoon het grote verschil. Wij, de Winti-dansen zijn bij ons toch uh, uh, bijna sociaal geworden. Ja. Maar daar niet. Nee, klopt. Ja. Kan... Ja. 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 Wat en ja. Wat mij ook opviel in, 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 in Ghana, maar niet alleen in Ghana hoor, ook als, 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 uh, ik ben ook naar Senegal geweest, is dat... Um, men niet veel weet, tenminste de mensen die ik ben tegengekomen, ze weten niet veel over de Afrikaanse diaspora. Uh, ze denken vaak dat we Amerikanen zijn, Black Americans, zijn we niet, moeten we altijd even uitleggen. En ze waren zeer positief verbaasd, maar ook zeer verheugd om te zien, uh, vooral uh, uh, toen de muzikanten bezig waren van... Hey, dit is gewoon herkenbaar, dit kennen we. Dit, dit is, en, dit vind, en ze vonden het toch fantastisch. Orlando heeft, uh, heeft, is zo vaak gecommenteerd: van hé, hey, jij moet hier gewoon drie maanden blijven. Ja. Omdat dit, is, dit missen we gewoon. En uh, qua dans zagen we ook van: onze dansers konden gewoon met hun meedoen. En zij konden gewoon met ons meedoen qua ja. dansen. En je zag dus geen enkel verschil van: oh, uh, het is moeilijk of het is, het is, of het is makkelijk. Het, het, het ging gewoon heel natuurlijk alles. Hmm. Ik denk dat het maar. ook belangrijk is om te benoemen. Dat uh, uh, wij van Suriname, als we eenmaal in, waar in West-Afrika, ik heb het in Togo gezien, ik heb het in Benin gezien, ik heb het in Senegal gezien, ik heb het in Mali gezien. Um wij zijn... Wij verschillen van de Afrikaanse Amerikanen. Ja, Omdat ja. die Afrikaanse Amerikanen mm -hmm. een hele ander soort cultuur hebben. Mm -hmm. Hun spiritualiteit is niet West-African religious georiënteerd, maar het is christendom en gospel ja. en al dat soort dingen. Klopt. Hoewel er in Amerika een aantal Afrikanen zijn, voornamelijk zijn dat antropologen en sociologen die teruggaan naar de West-Afrikaanse spirituele tradities en allerlei organisaties oprichten. Maar vergeet niet dat Suriname de schatbewaarder is van het West-Afrikaans ja. erfgoed in het westelijk half, op het Westelijke halfrond. Ja. Dus, en daarom wij hebben wij zoveel vastgehouden: muziek, uh, dans, uh, voeding, ja. We ja. met elkaar omgaan, al de rituelen, een ja. aantal dingen in de taal. <laughs> ja. Dus uh, 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 vandaar dat wij ook beter aankomen wanneer we in Ghana in ja. het dorp komen. We Klopt. kunnen meer met muziek doen. Weet je, we kunnen meer met van alles doen. Ja. Want wij zijn niet als de African-Americans. Wij zijn de. Suriname is echt, is echt de we zijn de schatbewaarder van het Afrikaans erfgoed op, de, op het westelijke halfrond. En, en wanneer manier, we ook binnen ja. gaan, zo zien ze ons ook. Maar zo ja. verdragen wij ons ook. Ja. Ja. Want wij Klop. komen met de drums binnen en we Klop. zingen en we dansen en we doen van alles. Klop. En we binnen met de kalabas en met water, dus dan hebben ze zoiets van oké, okay, ja. dit herkennen wij. Dat wil ik zeggen, qua spiritualiteit is gewoon, en wij zijn nergens, ik zeg ze altijd, wij zijn nergens bang voor, ik zeg, in Suriname dansen op glas en vuur, dus niks is nieuws voor ons en we zijn nergens verbaasd over als we in bepaalde delen van West-Afrika zijn. Ja, mooi, mooi, mooi. En er um, is de intentie om die uitwisseling voort te zetten en daar uiteindelijk ook een productie van te maken. Of? Ja, ze komen terug. Ze komen, ze komen terug. Ze komen in juni naar ons toe en okay. dan gaan we de productie afronden. Hopelijk. En hopelijk. <laughs> ja, corona. Corona, ja. Hmm. Maar uh, ja, laten, ja. laten we laten laten we, wel gaat gebeuren. Uh, en dan komen ze hier en dan gaan we het. Uh, en dat kan, dat kan iedereen het zien ook, de mensen die kan komen kijken. Ja, ja. Uh, mooi. Hè? En misschien nog even over Ontold. Mm -hmm. Voor de, de, de mensen die kijken, dat we luisteren. Uh, Wat is Ontold? En, en, jullie hebben al een aantal producties ja. gemaakt. Op, ja. uh, is, dan, is dit zeg maar een vervolg daarop? Nee, we zijn altijd bezig, het een culturele organisatie die zich bezighoudt met uh, empowerment, black empowerment. En daarbij de basis voor ons is altijd de Afrikaanse uh, uh, diaspora, uh, vanuit de wintieleer en vanuit de winticultuur. Dat te hebben we gezegd. En um, wat bij ons heel bijzonder is, en wat wij heel belangrijk vinden, is dat wij uh, 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 laten zien. Uh, uh, dat de manier hoe wij. Uh, het is veel breder. Dat we zien dat de manier hoe wij theater maken, hoe wij met kunst en cultuur bezig zijn, kan ook op een andere manier. Kan op manieren vanuit de, de Afrikaanse diaspora. Dat is één. Twee, we zijn altijd bezig met educatie, want we vinden van dat onze jongeren, zwarte jongeren en zwarte kinderen, de juiste informatie moeten krijgen. Dus we zijn altijd bezig met verschillende projecten, lessen op school. Uh, 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 ...online lessen gaan zo maar door. En uh, drie, ik zei veel meer hoor... Uh, ...internationalisering is ook heel belangrijk... ...zoals het project nu wat we in Ghana hebben gedaan. We willen altijd... ...we gaan altijd op zoek naar de Afrikaanse diaspora... ...zowel in Afrika als Europa... ...als in Zuid-Amerika. Dus we zijn altijd on-travel. Um, en heel belangrijk behoud. Van onze Afrikaanse diaspora cultuur. Daar zijn we altijd mee bezig. En daarin werken we altijd heel veel samen met uh, Nana Eva, met Black Harmony, met Eternity. Dus uh, iedereen die uh, gewoon in dezelfde lijn zit als in, in onze gedachtegoed als het gaat om de Afrikaanse diaspora. Dat ja. in het kort. Mooi, mooi, mooi. En uh, dus mensen die meer willen weten, die zijn te vinden op social media. Ja. Uh, ja. Als het mee zit met corona, dus juni. Uh, 2021, en hopelijk anders op een later tijdstip. Ja, um, dan wil ik als laatste nog even een fragment bekijken. Um, nee. Dus, deze podcast wordt ook deels opgenomen in het kader van een uh, project dat uh -huh. we doen in Arnhem. Uh, we hebben het voor een groot deel al erover gehad. Uh, um, er komt de expositie in Arnhem, onder de lof van Sonsbeek mm -hmm. in een park. Uh, dat heet Sipendaal. En hebben we hebben research gedaan kwamen erachter dat um, Sipendaal ooit is opgekocht door, ja, wat Koosje heel goed noemde, slavencriminelen. Dat waren <laughs> <Arnhem>, gewoon <laughs> criminelen. Ontvoerders, uh, uitbijders noem maar op. <laughs> en uh, met het geld dat ze daar hebben verdiend, op die plantage Vossenburg, hebben ze dus onder andere geïnvesteerd in landgoed en een, een hele mooie villa gebouwd mm. in Arnhem, waar de expositie komt. Um, en die geschiedenis is heel lang nou ja, onder het tapijt geveegd. Dus dat willen we nu... Uh, meer zichtbaar maken aan de hand van archiefstukken. Uh, Zo bijvoorbeeld de wisselbrief. Uh, die komt uit 1863. Zo. Waarop je ziet hoeveel geld die uh, nou ja, criminelen kregen. Kregen voor één ja. mens. Um, nou, voor meerdere zelfs. Ja, ja, ik, uh, want ja. ze kregen 300 gulden per, Kijk, per persoon. Dat ja. Was heel veel in die tijd. Heel ja. veel, ja. ja. Mm -hmm. En um, dus we willen gewoon kijken... kijken hoe uh, wat is dat verband tussen die die plantage en die plek en het heden en nou wat was de rol van uh, ja, muziek, facet daar hebben we dus deels al over gehad en we kwamen dus erachter dat op die specifieke plantage Vossenburg uh, meerdere opstanden zijn geweest en ook een soort ja, wintiposo schenten zijn geweest, ah. een god die ze Adangra noemde. Mm. Is dat iets wat, wat u bekend voorkomt, Adangra? So, nou, Adangra, uh, 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 Adangra betekent overmacht. Mm. Okay. En ik kan me voorstellen van, dat je Karawangado Adangra man. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Centrum van kracht. Ja. 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 Dus het is iets wat we nog nader dus het gaan onderzoeken. Ja. er was een posso. Oh, en, ja. en, en dat was die naam van die ja. Van die, die ja. Ja, En ja. ze hebben het gemaakt. Dus de, de, de mensen, de eigenaars van. Nee, nee, nee. Hey, nee dus dat is Oké, oké, oké. En nou, het werd in die tijd. Het was officieel verboden, maar. Ja, het werd. Een beetje getolereerd. Zoals. Uh, ja. Lohanlanders dat vaak doen. Ja, ja, ja. En een uh, ander <laughs> videootje... <laughs> Een ander videootje wat, wat we vonden is mm -hmm. dit. Het is niet per se direct gelinkt aan Vossenburg, maar mm het -hmm. uh, is toch interessant. Het is dus gemaakt in 1963, 100 jaar na uh, afslag van de slavernij papier. Waarin ze dus ook een beetje vertellen over de rol van nou ja, muziek, mm -hmm. wie in die periode. Er waren ontsnappingsmogelijkheden voor de slavenmacht. Men hield vast. Aan het eigenen, aan de eigen taal, aan de eigen gebruiken, ondanks het verbod van de meesters. Altijd door, in Suriname hebben de slaven vastgehouden aan hun oude religieuze gebruiken, aan hun half-religieuze dansen en hun feestmuziek. Ondanks de plakaten die uitgevaardigd werden, hebben de blanke meesters nooit kunnen verhinderen dat dit bleef voortbestaan. sa okas ng batu pray ko pre sa wani ko pre no masratamara tamara tayo si mimoro migwe masrat tamara tayo bijzonder hoor, dat dit toch ook bestaat, zulke filmpjes. Ja, volgens mij zou gewoon Een stukje van Mina Kakaforu, Mikroon dame de. Alwazi nefi Dina Miniki mikroon dame de. In dat lied geeft de persoon weer van hoe moeilijk het ook is, je kan me vernederen, ik blijf trots. Ja. Ik hmm. blijf trots, je kan met me doen wat je wil, ik blijf de trotse persoon. Mina kaka foru, Mi Mikroon daarmee de. Al wasi nefi dena neki. Dus wie is je kort, Mi Mikroon, ik blijf trots. Je ontneemt mm. mij mijn trots niet. Yeah. Dat is de boodschap in dat lied. Mina kaka foru, Mi Mikroon daarmee de. En het valt onder de categorie laku. Mm. Ja. Okay. Dus zet, als zet je een mes op, op mijn, mijn, uh, op op mijn, op mijn nek. nek. Ik blijf. M'kroon, ja en, en inderdaad, maar kijk ook naar het je ziet die hoofddoek toch? Ja. Ja. Wie zie Kote acroon Macron in het Puro. Ja, uh, uh, je kote ja. nekje Macron e ja. Heel mooi, heel mooi. <laughs> ja. en, en, en als jij naar nou zo'n, nou, dit soort oude beelden kijkt als muzikant, wat, wat zijn de dingen die jou opvallen? Uh, toevallig ken ik deze. Oké, oh, oké. Okay, okay. um, uh, wat mij opvalt is natuurlijk het uh, gebruik van de, hoe, hoe zij de instrumenten gebruiken. Mm. Uh, en uh, ritmisch, hoe het ook in elkaar is gezet. En uh, omdat wij. Ik ben nu, nu in een andere fase dat ik dus niet per se muziek maak uh, omdat ik uh, het fijn vind, omdat het even gedwongen is. En dat ik maar. Uh, nou, ik ben geen gelegenheidsmuzikant. Mm -hmm. En. en ik doe dit nu voor de living, dus ik ga er anders mee om ja, dan ja. hoe de mensen toen op de plantage, omdat ze in een bepaalde situatie leefden, ermee omgingen. Dus dat is het verschil wat ik nu dus wel ook merk. Mm -hmm. Ja, mm. mooi, mooi, mooi. Nou, volgens mij zouden we nog uh, heel lang door kunnen gaan ja. en praten, <laughs> ja. maar um, we gaan het uh, voor deze podcast hierbij uh, laten. Dus ik wil jullie bedanken voor jullie uh, nou, kennis, wijsheid, energie en aanwezigheid. Ik vond het zelf een hele uh, interessante, leerlijke en inspirerende uh, nou, gesprek en podcast. Ik hoop alle kijkers en luisteraars ook. Dus, uh, Grantangi, dank voor jullie ja, graag gedaan. Uh, aanwezigheid en inzet. Yes. En jij ja, ook, bedankt natuurlijk ja, voor de uitnodiging. Ja, thank you, thank you. ja inderdaad. En voor de mensen die... Je moet de gelegenheid krijgen om je verhaal te komen vertellen, toch? Ja, zo is het. Dat moeten we uh, samen maken. Ja. En uh, nou, voor de mensen die meer willen weten... Er is meer dan 80 uur aan uh, <laughs> uh, uh, podcast voordat het wordt podcastbestand. Dus so we gaan kijken of we dat misschien nog ergens kunnen vinden. Uh, Gekoppeld aan de podcast zullen we sowieso wat een, een mooie leesles... wat extra informatie delen. Untold ja. um, is... Regelmatig bezig met organiseren van activiteiten, lessen, workshops waar je eventueel aan deel kan nemen. Black Harmony, daar gaan we straks nog wat meer over horen en zien. Um, we hebben prachtige albums, um, mooie video's op YouTube, zijn te boeken. Uh, hoe kunnen ze jullie het beste vinden? Uh, alles staat op onze website www.blackharmony.nl Yes, yes, yes. En uh, u gaat deze week weer naar Ghana. Ja. ja. Ik ben ja. Nou, mocht u nog iemand zoeken die hem zien. Wat zeg je? Mo mocht u nog iemand zoeken die koffers <laughs> moet dragen. We, we willen een reis organiseren, maar dan in het najaar of het voorjaar. Mm. Want er zijn, er zijn heel veel mensen hebben gevraagd om mee te gaan naar Ghana, maar dat moeten we even goed organiseren. Ja. Mooi, nee, ik uh, ben graag van de partij. Ja. Nou, iedereen heeft die even gekeken of geluisterd, bedankt. Uh, ik hoop dat je uh, van hebt genoten wat nieuws hebt geleerd, geïnspireerd bent geraakt. Uh, wil je meer weten? Um, check dan de, de, de socials van onze bijzondere gasten. Untold, Black Harmony, Nana Evoa. Um, abonneer je op ons YouTube-kanaal, op onze Spotify. En uh, check. De aankomende podcast ook. Deel het met je netwerk, met je vrienden, met je familie en stay bless. Ik laat jullie zouden zingen, mijn Yes, Hallo allemaal, overal waar je bent. Wij zijn de muziekformatie Black Harmony. En het eerste nummer wat wij tegen horen gaan brengen is het nummer Mama Afrika, het is een ode aan het continent. My. zeggen dat wij er mogen zijn waarbij we ook kracht vragen aan moeder aarde om ons bij te staan in alles wat we willen doen in deze wereld. Mama isa, koyepibe, uno mando. Jebe yo, sonro mama, sonro papa, vino de no ti, mamaiza, ko yebi.